gezellig hoor. Het is weer zover hoor. Ja, paap komt er weer aan hoor. Ja. We gaan de week gaan hoor. Het nieuws uit binnen- en buitenland, gepresenteerd door de man himself, Jaap Aap. Zo hé, goedenavond, daar zijn we weer. Het is weer zover. Mijn naam is Jaap en ik barst van de slaap. Ik voel me weer niet lekker en ik baal weer als een gigantische stekker. We gaan gelijk weer beginnen met het eerste onderwerp. En het wordt aangekondigd door mijn buurman Henk Mouwen. Ik zeg altijd, Henk Mouwen, kop houden! Kinderen omschrijven iets dat door volwassenen geraden moet worden. Dames en heren, hier is Dinges. Ik weet niet meer wie die is. En hij weegt al 100 kilo. Hij heeft een dikke baard en een dikke buik. Laat je niet verleiden, hè? Een hele dikke meneer. Nou, hij is lekker afgevallen. Zo dik is hij niet meer, hoor, Loes. Nou, ik vind het heel erg moeilijk, dus ik zeg maar wat, hè. Wacht even hoor. Ja, Frits Bom. Oh, perfect. Ja. Ja. Ondanks alle problemen presenteert Frits Bom, exclusief voor Animal Crackers, nog eenmaal zijn consumentenmand. Goedenavond, dames en heren. Daar zijn we weer met de consumentenman. Ook vanavond hebben we weer het spel met de consumentenmand. We hebben de mand weer ergens in Nederland verstopt. En als u goed kijkt naar de nu komende dia's, dan kunt u erachter komen waar de mand vanavond te vinden is. Kom maar met de dia's, jongens. Stop, jongens. Dat gaat niet goed. Even stop met de dia's. Stop, dat zijn privé-dia's. Dat is het verkeerde doosje. Even, wacht, ik bel even naar huis. Ik heb het verkeerde doosje meegenomen, waarschijnlijk met die jas. Hallo? Ja, hallo, schat met mij. Zeg, ik heb de verkeerde dia's meegenomen. Ja, waarschijnlijk doosje verwisseld. Kun jij even hier naartoe komen met de goede dia's? Dan moet je even opletten, de doosjes zijn verwisseld. Dan moet je meenemen het doosje met lekkere wijven. Dat staat erop geschreven, met potlood, lekkere wijven. Daar zitten die dia's van Zaandam in. Ja, kom je ze even brengen? Zijn. Leuk was die ook. Hey, Derek, ga beginnen. Derek, ga beginnen. Derek, ga beginnen. Ja, leuk. Ik hou het niet langer uit met jou in die auto. Ik zie je morgen op kantoor. Allemaal poepjes aan. Ja, sorry hoor, Derek. Ik heb bruine bonen gegeten. Bruine bonen. Dit was de laatste, Derek. Dit was de laatste. Ik ben nou leeg. Oh, er zat er toch nog eentje in. Gekke aflevering. Dan zal ik ook poepies gaan zitten laten voor mijn poepies. Oh ja, gezellig. Dan toch met je mee. En dan is het nou weer tijd geworden voor een nieuwe aflevering van Animal Crackers. Holler maar met die band. Die telefoon nou eens aan. Ja. Wil je hoort het toch gaan? Ja. Hallo, met Beer. En? Opgehangen. Daar word je toch gek van? Kan het wat minder? Moet je even kijken. Mijn hele gezicht zit vol. Sorry, hè. Hallo, ontvang je mij over? Hier de slappe Janus, ontvang je mij? Hallo? Ja, hallo, ik ontvang je heel slecht. Je komt slecht door, hoor. Ik hoor je niet goed.
Oh, wat gek. Jij komt goed door. Ik ontvang jou goed. Heb je al nieuwe batterijen geprobeerd? Probeer eens nieuwe batterijen. Nieuwe batterijen? Ja, maar ik heb er pas nieuwe batterijen in gedaan. Ik zal eens kijken of ik een stopcontact kan vinden. Dan doe ik het op een stopcontact wel. Ja, hier. Wie had er een stopcontact nodig? Nee, pak die telefoon nou toch eens aan, je hoort het nog aan. Ja, hallo, met Peer. Opgehangen weer, daar word je toch gek van. Wat ben je aan het doen? Hier? Ik ben een foto van mezelf aan het maken. Ik ben mezelf ontspannen. Hou leuk. Voor mijn rijbewijs, weet je. Ja, natuurlijk. Ik kom erbij staan. Weg. Ik moet er alleen op. Ga weg. Jongens, dat is toch leuk? Ik kom erbij. Jongens, kom eens. Nou, jongens. Leuk, gezellig. Ik moet er alleen op, jongens. Het is voor mijn rijbewijs. Doe nou. Hallo, ga nou weg. Gezellig. Doe nou wel. Ja. Godverdorie, nou sta ik er zelf niet op. Dom van ons, we hebben het licht laten branden. Ja, we gaan gauw uitdoen. Ja, anders is de accu leeg. Ja, zeker. Kom, we gaan met... Attentie, laat u maar. Het licht is al vanzelf uitgegaan. Dank u. Waarom hoeven we er niet naartoe? We hebben het smak klaar nog gebleven. 1, 2, 3. We hebben een bonnetje met vijf. Verdorie, wat duurt dat lang? Ik klap haast, zeg. Oh, dan moet hij opschieten, hè. Even handen wassen. Lekker, zo. Lekker fris, lekker leeg. Heerlijk, prettig gevoel. Mien, pak nou die telefoon eens een keer aan. Je hoort hem toch gaan? Ja, pak hem dat toch zelf. Gezeur. Hallo, met Beer. Wat nou weer? Henk, het is je broer. Ja. Zijn schoonmoeder wil uit het raam springen. Of je er gelijk heen naartoe wil komen. Daar heeft hij mij toch niet voor nodig? Jawel, want hij kan het raam niet open krijgen. Zo, hè, dat zit er weer op, mensen. Als u nou pas inschakelt, gefeliciteerd, want wij zijn klaar. Maar we zijn nog niet helemaal klaar, want we hebben nog een surprise. Het is nu de hoogste tijd geworden voor onze wekelijkse afsluiting. De minuut van Ruud. Ja, dames en heren, goedenavond. U kent mij wel, hè. Het is wat, hè, met die Marcel van Dam, hè, en die Frits Bom. Heb u toch wel gelezen, hè? Ja, die Frits Bom die beweert dat die Marcel van Dam zoveel drinkt. Ja, nou, ik kan bewijzen dat het niet zo is, hoor. Ik weet toch uit de tijd dat hij bij ons in de kamer zat, die Marcel van Dam. En daar kwam ik hem wel eens tegen, 's morgens vroeg op de gracht. En dan zei ik, en Marcel, heb je al ontbeten? En dan zei hij, nee, Ruud, nog geen druppel. Ja. Dus dat is toch wel bewijs, hè? Maar goed, we zien wel hoe het afloopt. Ik ga u een prettig weekend wensen, ook namens Ria en de rest van de regering. Ik zeg graag tot volgende week en ik sluit af met mijn wekelijkse kreet. Tuut, tuut, tuut. De groetjes van Ruud. Geen drankprobleem. Ik heb überhaupt weinig problemen.